De Neve. Goeie bal op Willaert. De combinatie met Biesmans is voortreffelijk. De voorzet van Willaert komt er niet uit. Dat was een gat in de lucht. Omdat ze inderdaad daaruit evenwicht was. Viltjes herovert de bal wel snel opnieuw. En hier is een nieuwe kans voor Tessa Willaert. Achteruit leggen de Kenny met de vinger in de goal. Het is 1-0 voor de Flames. Zo hoort het. De eerste kans, de eerste doelpunt. Tine de Kenny. En dat zal de drukker ook wel een beetje van de ketel halen. De Neve. Opnieuw goed gedropt hoor daar. Biesmans. Die bal wordt daar nog afgeweken. Ja, ze scoort niet zo vaak. Julie Biesmans. Van landskampioen Sosnovic. Dat is vervelend voor Evraar. Die bal goed verwerkt hoor. En ook deze. Daar zat ze toch nog bij. Eerste warme moment in het doelgebied van de Flames. Dit is zeker geen buitenspel van Julie Biesmans. En Eurlings is goed gevolgd. En deze telt wel. Deze telt wel. Ruim een half uur ver. Hanna Eurlings bevestigt eigenlijk al het goede wat we van haar de voorbije week gezien hebben. 2-0 na ruim een half uur. Dat is een droomstart voor de Flames. Dan ben je geneigd om te denken, het zou wel sterk moeten lopen. Moet het hier vandaag nog verkeerd gaan? We willen het de lot niet tarten. Nee, maar inderdaad, ik denk dat ze het wel wat moeilijk hebben. En hier is Jenny Skyman voor 3. De hoek wordt wel scherp. Oh. En was daar ook een beetje uit evenwicht geraakt, denk ik. En dan misschien net wat te ver uitgeweken naar rechts. Ondertussen Jenny Skyman met de 3-0. Ja, deze was moeilijker eigenlijk, zou ik denken. Maar wat trapt ze hem lekker binnen. En zo is de zege al bijna een feit. Dudek. En Willaert, goede stiel was het van de Kenny. Dudek wel in de achtervolging. Dus moet Willaert even temporiseren. Kaiman, geen buitenspel. Goed balletje van Jenny Skyman op Willaert. En dat is de vierde. Eigen doelpunt van Mesjas. Dat kan er ook nog wel bij voor de Polen. En zo gaan we effectief door op het elan van in de eerste helft. En is, net als in de eerste helft, de eerste doelkans met hem. Bingo. Met dank opnieuw aan Tessa Willaert ook. Onzia kan goed uithalen voor afstand. Nou, we zaten hier recht in de lijn van het schot in de baan van de bal. 4-0. Jawel. Ella, we hebben het daar straks al gezegd. We hadden niet gedacht dat het zo gemakkelijk ging zijn vandaag.